Ja, Tom, hoe sta je hier nu? Ja, heerlijk natuurlijk. Hier doe je het hele jaar voor. Het is een van de prijzen die te winnen vallen. En die hebben we vandaag gehaald. En dat is waar je het voor doet. Ik bedoel, super. Ja, en dan je begon als invaller langs de kant. Maar met wel een heel bepalende rol in die vierde set. Wat kan je daar nog van ophalen? Ja, de opdracht was duidelijk. Het was gewoon volle bak. Alles 100%, 120%. En dat is op zich een hele makkelijke opdracht. En daar heb ik me aan gehouden. Volle bak, dat lukte. En dan dat blokje op 22-20, dat was wel de genadeklap volgens mij. Ja, we weten precies wat die jongens doen. We hebben wekenlang naar de jongens gekeken. En ik wist dat hij hem diagonaal zou slaan. Ik spring volle bak naar binnen en hij sloeg hem in mijn handen. Ja, hebbes. Die grijns verklapt heel veel. Ja, ja, uiteraard. Het voelt goed. Hey, ik vroeg net ook aan Dick, dit smaakt naar meer. Ja, tuurlijk. Er is nog meer te halen. En dat wordt heel moeilijk, want dit is nu één dag, één keer. En toevallig zijn wij de beste, want de jongens die hebben een geweldige equipe. Playoffs gaan we weer volle bak eraan moeten. Er is nog niks gezegd. Dus ja, we gaan ervoor.